dagen. Het is oudjaarsdag. De bommen gaan af buiten. De camera pakt dat niet op. Je valt alleen als ze heel hard zijn. Dat weet ik van het editen. En we hebben heel de ochtend muziek eigenlijk afgeluisterd. En een beetje gehangen. Ik ga nu denk ik even wat aan mijn gezicht doen. Want ik loop nog in mijn pyjama. En we gaan dadelijk lekker oliebollen halen. Dus daar heb ik zin in. Even kijken of we de vision boards vandaag gaan doen. Maar Marco die heeft zijn buik dat hij nu aan het klussen is. Dus het is wel leuk om dat met z'n drieën te doen. Anders wordt dat gewoon morgen. Dus we gaan het zien. Zo, ik heb even een klein beetje make-up op mijn gezicht gedaan. Niet heel veel. En me aangekleed. Het is heel stom. En ik vind het heel knap van mezelf dat ik dat ga vertellen. Maar ik pas bijna niks meer van mijn kleren. Ik heb de laatste paar maanden best wel veel gegeten. En zeker die nu 4 weken, zeg maar, dat ik bijna niet heb gelopen. Dat is wel echt het ergste geweest. Dus een van mijn goede voornemens. Niet per se op het nieuwe jaar, maar dat kwam nu wel heel mooi uit. Is dus daar weer even wat aan doen. Want het is gewoon absurd als ik nu 5 broeken uit mijn kast nog inkom. En de rest dus gewoon niet. Ik ga even broodjes uithalen. Eet even een broodje. Vandaag doen we trouwens helemaal niks aan die kilo's. Want vandaag is het oud en nieuw. Dan gaan we gewoon nog eten. En volgend jaar kijken we verder. Sarah is zo bang voor het vuurwerk. We lopen even in de Jumbo. En Sarah heeft gewoon de bril in de winkel zelfs op. Die zijn er nog steeds niet. Maakt niks uit, pikken. Dat maakt niks uit, pikkenbaas. Ja, maakt niks uit, pikkenbaas. Die heb je wel van je vader overgenomen, ja. Oliebollen. En appelbeignets. We zijn weer thuis, we hebben net gegeten. En echt, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik heb Sarah net op bed gelegd. En ze steken hier echt zowel voor, achter, overal omheen bommen af. Weet je, vuurwerk is leuk, maar dit zijn gewoon bommen. Echt, die ramen trillen. Net hoorde ik ook gewoon de deuren eenmaal trillen. Dus ik vind het dus niet meer leuk. Daarom zei ik, weet niet of de camera het opvangt, maar het is echt, echt heel hard. Maar Sarah slaapt gewoon. Die is gewoon in slaap gevallen. En Sarah slaapt nooit. En nu gaat dit allemaal af en ze slaapt. Dus, nou moet ik wel zeggen dat ik ook heb gezegd, ze heeft de keus. Ze kan nu gaan slapen. En dan mag ze dadelijk veel langer opblijven. En als ze nu besluit wakker te worden, of in ieder geval niet echt probeert te slapen, dan is het gewoon na een gelukkig nieuwjaar even vuurwerk kijken naar de bed. En dat meen ik ook, want ik bedoel, ze is 6. Dus ik vind het allemaal heel leuk. Maar dan hoeft ze niet tot, weet ik veel, 3 uur 's nachts wakker te blijven als ze niet geslapen heeft. Dus dat was de keus. En dat neemt ze heel serieus, want ze is gewoon helemaal vertrokken. Echt, en ik ben net gaan kijken. Nou, ze wordt nergens wakker van. Nou, dan zeg ik, ja, precies nu ik film is het zachter, moet ik zeggen. Nou, ja, die gaan, maar niet zo hard als de net. Vangen jullie dit op? Het is echt, het is zo hard buiten, echt. Zelfs Miu Miu, die normaal echt, dit is voor haar de 13e oud en nieuw. En die reageert normaal nergens op. Maar die staat zelfs af en toe echt van, wat gebeurt hier? Het is zo extreem dit jaar. Maar goed, ik ga even chillen. Marco die is even naar Bas en Nise, daar gaan we straks ook heen. Maar Denise had in Nederland gekookt, maar best wel pittig. Dus we hebben net hier ook gegeten. En Marco wat minder, dus die eet daar even een bordje mee en die komt zo terug. Dus ik heb even een chill momentje in mijn eentje. Maar ik ben gewoon aan het opruimen. Oudjaarsavond. En ik ben aan het opruimen. Maar goed, ik ben toch alleen, dus why not? Zo, ik ben, zo mijn highlight is echt heel erg. Maar goed, ik ben ook niet heel scherp, zie ik. Mij is het ook een beetje het licht. Ik ben ook heel geel. Ik heb me aangekleed. Ik heb de jurk van Warehouse aan met een panty en mijn June schoentjes. Zij heeft een hele mooie topje aan die ze voor de kerst heeft gekregen. Nou, die zien we dadelijk wel, schat. Oh, die, ja. En we gaan naar Bas en Lise nu. Oh ja, de oliebollen niet vergeten. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gelukkig nieuwjaar! Open hem maar, Sarah, met Lola. De My Little Pony, help hem maar, Lo, voordat het omgaat. Samen, Sarah. Tafeltje. Nee, maar we gaan nu wel lopen. Ja, doen het samen. En heb je Oké, heb jij mij ook vast? Hup. Oké, pak jij maar vast. Kijk uit, hè. Hou je vast, hè. Ja. Alles opzij. Ah, jezus. Yay! Zo, je eigen champagne. Ja.
Wil jij hem ook, Lois? Ja. Lekker. Nee, ik wil niet. Is voor Lois. Oh, het is zo erg. Zit ze met tv te kijken? Dan zien we deze make-up. En ik zit me zo dood te ergeren. Dit kan toch niet? Oh, je ziet het op beeld bijna niet. Kijk nou. Als ik het film zie je het bijna niet. Nou, we zijn weer thuis. Wat een gezellige oud en nieuw. Maar ik ben gewoon heel erg moe nu. Sarah ligt op bed. Marco is nu net naar boven gegaan. Dus ik ga ook lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. En ik heb wel zin in het nieuwe jaar. Nieuwe kansen, nieuwe dingen. En ik kom lekker uit mijn woorden. Dus het is een heel boeiend verhaal voor woorden. Ik ga morgen gewoon verder. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei.